Dat het VB voorstander is van apartheid, dat wist ik al. Dat is heel duidelijk in uw positie ten aanzien van de Israëlische politiek. Dat u trans mensen abnormaal vindt, wisten we ook al. Vrouwen aan de haard vindt, dat ze daar thuis houden, wisten we ook al. En om iets te parafraseren wat iemand van jullie heeft gezegd op Twitter over mij, dat ik mag gaarstoven in mijn eigen vet. Jullie respecteren de mensenrechten niet. Jullie zijn geen normale partij. Welk pak jullie ook mogen aantrekken. En tenslotte, meneer de minister, als het gaat over haat, toxiciteit is geen toeval. Het is een strategie, een gif dat zich verspreidt. Want vrouwen en minderheden zijn ook maar mensen, ja, meneer Sloten.